Welkom bij een nieuwe aflevering. Oh ja, dat was vergeten. Die spreuken die volgen je, wat echt bullshit is. Yep. Ik moet zeggen, en ik begin mijn dag positief, want ik ga naar bed. Yeah. We beginnen de dag. Nou, eens kijken hoeveel house points ik in totaal ben verloren. 9. Ik ben er in totaal 9 verloren. Dat is niet veel. Nee. Ik haat deze mechanics zo erg. Ik sta 1 punt voor op de rest. De truc is Milan Flipendo spam. Hij had een dubbele. Ja, ik zag het. Hij vuurt in de 2 terug. Wat een valspeler. Nee, je moet eigenlijk op het moment dat je hem vuurt, moet je er eigenlijk nog eentje afschieten. Transfigurations! Oh, tuurlijk. Nou leren we die spreuk. Oh, nee, nou leren we. We gaan leren hoe wij een steen kunnen veranderen in een vogel. Avivars. En volgens mij is die spreuk anders. Ja, dan kom. Huh? Yo, mede blauwe broeders. Leave Britney alone. Ja. Wat is er mis met die puntentelling? What, yo? Ik zag het ineens. Het was ineens 6500 tegen 3500. Ja. Ik denk, nou Milan, als je dan dat is te niet lang, meer weet, dan vraag ik me echt of I had no man. Ja, dan is het wel een lang potje hoor. Als je dan moet winnen. Ja, ik wil zeggen, ondertussen kan ik Transfigurations al gedaan hebben. Even 7 voor de zekerheid. En nou, kennen we toch. Dat hele Expelliarmus, dat werkt echt voor geen meter. Ik heb het gedaan zonder Expelliarmus te gebruiken. Waar moet ik zijn? Transfigurations on the first floor. Oké. Oh, tuurlijk, dit krijg je van McGonagall. Of zoals Milan altijd zegt, Maggie G, ja. Ja, je bent er bijna. Ja, ik snap hem nou. Hij is fucking makkelijk als je dit doet. Ja. Oh, kut. Nu ben ik... Oh, ja. Nee, je hebt hem. Gehaald. Easy. Oké. Ik moet het gewoon onthouden. Jij zegt dat je toch ook nog tegen de rest moet, of niet? Nee, dat dacht ik, maar dat is het blijkbaar niet. Het is alleen kwast. Oh, ik hoef er ook geen haartjes te pakken. Nee, dat zei ik gewoon als excuus. Oh. Hey, Avivorce, ik heb gelijk. Kut. Oh ja, Avivorce, ja. Nee, oké. Gewoon luisteren naar mij. Ik ben Harry Potter meester als het om knowledge gaat dan. En niet aan het spelen, want dat zien we wel. Ja, nee, ja, dat... Nou ja, ik zag al iets staan op de foto, waar ik niet zo heel blij mee ben. Wacht, wat? Ja, de foto van de uitdaging. Oh, wat zag jij? De gargoyle. Uh-oh. Ja, die dus. Waarvoor je de hele tijd, waar je niet simpel vanaf kan klomen door Flipendo. Leuk. Ja, ja, leuk. Nou, op naar Avivars. Wat, mag ik me omdraaien? Nee, oké, okay, jammer dit. Oké, okay, dit is heel verdacht. Hey, waarom klonk het alsof ik gesnapt was door een prefect? Omdat je gesnapt bent door een prefect. Milan. Uh-oh. Geen zin in. Nee, dat bedoel ik dus. Dan gaan we maar gewoon even deze kant op. Oh, auw. Bijna geesten weer. Oh, dan lachen weer. Oké, dat was slot 1. Waar is het tweede slot? Bij de slotenmaker.
Huh? Jij gaat mij nu vertellen dat ik terug kan naar de les? Ja. Ik heb de spreuk niet eens opgehaald. Echt, deze game is zo gebukt als het maar zijn kan. Hmm. Ga je zo terug? Ja, je hebt de spreuk. Ja, ja, jongens, succes. Ja, was maar waar. Nee, want je kunt sowieso niet verder komen als je de spreuk niet hebt. Tenminste, als het goed is, zag ik het toch echt goed. Ja, dan zie je de gamers van mij gewoon voor de gek te houden. Voor de crazy. Ja, voor de crazy. Je hoort gewoon voor de crazy. Die loopt de andere kant op. Ja. Ja, maar jij zei dat er geen dingen meer waren. Nee, ik zag gegeven dat ik meteen goed liep. Ik ben Rusty. Oh, we krijgen nog 2 spreuken? Hoi, joh. Ja. Daar ben je. Waarom kan ik dit niet open doen? Ik word dat verklaart een heleboel. De plasma. Oh! Oh, bijna dood, hoor. Lumos, is het vanaf deze kant? Ja, tuurlijk, het is vanuit deze kant. Oké. Geheime tunnel. Geheime tunnel. Door de bergen. Door de bergen. Geesten, ga weg. Leave me alone. Leave me alone. Welke kant moet ik... Waarom moet ik vanaf daar helemaal zo gaan? Ik zou even nadenken. Nee, ik moet echt helemaal zo en dan die hele kamer rond. Maar toch zou ik even nadenken. Denk maar heel lang na. Ik ben dood. Nice. Oké, echt, ik ben dood. Nice. Nice. Nice thing on the cake. Ben ik... Wacht... Zit ik... Waar ben ik? Ik ben verdwaald! Verder gaat alles goed? Nee. Het helemaal van mijn apropo af. Harry! Thank you very much for coming. Hij weet je wat Hermione ook kan zeggen? Hey Harry, wil jij ruilen? Maar dat is helemaal niet van Harry. Van Hermeline. Ah. Dat is echt wel puur van een NPC. Ah, jammer. Ik heb gegoogeld van... Hey Harry, wil jij eruit? Toen kwam ik op een video. En er was zo iemand die was in de computergame in deel 2. Was hij helemaal bovenaan het traphuis. En toen sprong hij naar beneden. En toen viel hij dood. En toen viel hij naast een NPC. Die zei, hey Harry, wil jij eruit? Terwijl hij dood aan het gaan was. Ja, dat is wel echt puur toevalligheid dan. Daar kan je niet plannen. Dat is hetzelfde als dat Milan beweert dat zijn hele helft maar vol zit. Dat ze daar bij boven de 60.000 zit. Ja, what the fuck gebeurde daar? Milan, wil jij de volgende keer even je cheats uitzetten voordat ze opvallen? Nee. Never! Never! Nee, geest! Oh! He eating you up. Oh! Ah. Bij mij deed die, viel die er gewoon af dan, hoor. Hey. Wow, dikke dodge. Ja, joh. Waarom zal ik trouwens iedere keer als een tovenaarskaartje poppen raakt? Ja, omdat je cheats gebruikt. Je gebruikt gewoon cheats. Auw. Oké, die geesten kunnen je pakken terwijl je daarmee bezig bent. Ik heb geen tovenaarskaart! Leave me alone. Oh, viel je naar beneden, moet je helemaal alles opnieuw. De plasma. Ja, jouw geluk kennende. Weet je wat ik alleen wel jammer vind? Ze hebben geen safe... Ze hebben geen safebook in de challenges zelf. Nee, dat is zeker lastig, Henk. Oké, ik heb boek. Ik heb boek. Zeg, Wallah, ik heb boek. Ik heb die boek gevonden. Ik kan nu stenen veranderen in vogels. Lekkering. Ja, echt, de taal die ze spreken, ik versta er echt de bal niet van. Hallo, ik mik toch op die steen. Abiforce. Oh, kijk eens. Wat een... Oh, Harry, ga niet Jackass lopen uithangen hier. Jawel. Oh.
Abfors. Oké, als het goed is heb ik nou, dan kan ik mooi weg. Mag ik nu weg of moet ik eerst nog tegen die gargoyle vechten? Even door. Waarschijnlijk. Wacht, wil ik eerst even één ding checken? Ik wil één ding checken. Let me check. Harry, sta sneller op, jongen. Oh, dit is kut. Ravenclaw. Ik heb een empty potion file. Slytherin. Dat is niet best. Zijn nog steeds eerste trouwens? Ja, 153, 154, 155, 156. Ja, ik heb 171 en de rest 169. Dat is wat recht 170. Oh, dit is een best kleine uitdaging. Nou, dat mag ook wel een keer. Maar jij moet sowieso nog tegen die gargoyle vechten. Yep. Maar ja, ik heb in ieder geval... Abfors. Abfors. It's transfiguration, first thing, isn't it? Ah, joh. Nee, nee. Oké. Ja? Let me walk to the wall. Oh, een boek uit je rug. Nou, als ik hier tevoorschijn ga komen, dan geef ik Paddy de schuld. Dat is altijd een goed idee. Daarom. Dan geef ik gewoon Paddy de schuld, want dan heeft hij de game lopen hacken. Eeuw, blauwe mannetjes. Hey! Toon respect voor die blauwe mannetjes. Dat mannetjes zijn awesome. Ja. Oeh, je hebt elke keer gelukkig, hè? Niet lang meer voordat mijn WK's werkbal playthrough komt, dus... Oeh, spannend. Ja. Oh ja, maar trouwens wat ik je wilde vertellen, ik heb straf gekregen van het werk. Waarom? Ik mag de hele maand april thuis blijven. Nee, dat wist ik. Ja, ze zijn zo kwaad op mij dat ze mij gewoon een hele maand niet willen zien. Ja, ze zijn zo kwaad op jou dat je vorig jaar geen vakantie hebt genomen. Ja. Ze zijn zo kwaad erover, vorig jaar vakantie heeft genomen, zou dat maar een hele maand vrij mag hebben. Ja, ik heb nu dus ook vakantie sinds net, zeg maar, voor de komende week. Maar je hebt stel je bent een hele maand vrij, wat ga je met al die fucking tijd doen? Ik heb geen enkel flauw idee, om eerlijk te zijn. Ik heb ook geen flauw idee welke deur ik moet hebben. Ron staat erbij. Ik zie wel Marcel. Nee, je moet Ron hebben, Ron staat aan de andere kant. Oh, daar. Nee, ik heb nog eigenlijk geen idee wat ik met die tijd ga doen. Heel veel video's opnemen, denk ik, voor je kanaal. Ja, ik denk het wel. Want ik heb de rekening gehad van mijn auto, dus ik kan niet op vakantie. Oh, dat is lullig. Ja, die rekening is €800. Oei, joh. Wat was er kapot aan je auto? Een veer linksvoor was kapot en een slot was kapot. Ja, maar een slot moet niet zo duur zijn, toch? Of wel? Nee, nou... Het was vooral die veer, denk ik, of niet? Ja, die veer deed hem eigenlijk vooral. Maar ja, hij was er ook de hele week, dus ik was ook al €200 kwijt aan arbeidsuren. Ja. Beyond this is the Aberforce challenge. Mr. Potter, come forward, please. Hey, kom dan op, jongen. Cargill, hier, hoppa. Yes, professor. The Aberforce spellbook. Ah, vind ik niet. Je kan hem echt alleen maar met Expelliarmus verslaan, of niet? Ja. Ik zit hier flippend op om te spammen, maar het doet geen ene zak. Auw. Milan, kun je even een potion meenemen als je die kant op komt? Nee. Zo, jammer weg. Ik kan een potion meenemen, maar niet voor jou. Zo jammer weer dit, hè? En dat was hem. En toen was hij dood. En nou, toen was het Abifors. En toen gingen wij hier weg. Zit er een speciale volgorde ook dat je dit moet doen? Nee. Niet echt een speciale volgorde tussen. Ik mag weg! Nee! Secret tunnel! Ik ben benieuwd of jij dezelfde casting krijgt als ik zometeen. Dat ineens de deur naar het lokaal weer open gaat. Mm. Ja, zie je? Ja. Die had ik dus ook, maar dan kun je blijkbaar terug naar het lokaal, maar die is blijkbaar nog gewoon dicht. Wat een bullshit. Ja, ze zit hier gewoon te saboteren.
Is dat echt een deplasma dingetje in deze game, dat er altijd geesten bij zijn? Nee. Dus... Ik wens het niet dat ik weet, maar... Zo, ik ben klaar hier. De groeten! Oeh, ik heb een tovenaarskaart, volgens mij. Ja, zie je dat geluid dat ik dus ook heel vaak. Superb, Jot! 40 house points to Gryffindor. Gaat verdammen. Echt, ik hoop zo erg dat ik Korsel of Kwas mag gaan worden. Ah, we moeten eerst nog een potje zwakbal spelen. Nou, want daar hebben we zin in. Waarom is Plank in mijn klas? Kut. Je moet Lumos hebben. Ja, wacht, waarom heb je één spel? Waarom heb je ei niet als spreuk? Ja, omdat ik op een fout knopje drukte. Ik had Lumos al gepakt, namelijk. Ah. Dacht ik. Dat kan gebeuren. Ik kan de beste afkomen. Op naar zwerkbal. Waarom? Echt. Ik ben zo blij als we bij 3 zijn, hè, Milan. Bij 3 en daarna. Want dan heb je geen laadschermen die een half uur duren. Dat klopt, alleen ik heb niet zo heel veel zin in de laatste 2 games. Want dan spelen we gewoon een shooter. Ja, klopt. Dan speel je echt meer een shooter. En ik hoop dat we dat een beetje kunnen fixen, want dat zijn Wii games. En ik weet niet of de controls dat leuk vinden. Ja, dat is even een beetje uitvogelen. Dat moeten we even uitvogelen voor die tijd. Zeggen, maar we moeten eerst nog even heel veel andere games doen. Ja. Zeg, we moeten hierna nog naar... Azkaban nog, Vuurbeker nog. Ja, Azkaban en Vuurbeker kunnen allebei nog op de GameCube. Ja, klopt. Kijk, dan heb je de half... Ik dacht al dat het mij ging gebeuren. Dat die bij mij niet pakt. Ik zei het al toen ik naar jouw scherm zat te kijken. Dus ja, klopt. Ja, dat klopt. Dan even kijken, want wie begint bij de Orde van de Phoenix? Klopt, ja. Dus we hebben nog wel even te gaan. Ja, we moeten nog 2 schooljaren eerst overleven. Tenminste, als jouw innerlijke frustraties dat aan kan. Nou ja, dat is een goede vraag. We spelen tegen de Paarse Boys. Ja, what the fuck. Hier, weer. Ik vind dat zo slecht gemaakt. Ja, ik wil zeggen, het is altijd geel. Behalve bij Harry Potter nou ja, in mijn kamer op de Game Boy. Ja, ik bedoelde in dit geval eventjes het feit dat ik naar beneden tiefde. Oh. Nou, ik mag lekker tegen jouw afdeling vliegen, Milan. What the fuck? Waar ben ik? Wie de hel is Spinet? Oh, Alicia Spinet. Oh, die. Hoezo weet jij niet wie... Ik weet wel wie Alicia Spinet is. Nee, jij hebt de boeken niet gelezen. Nee. Nou, dan weet jij inderdaad niet wie Alicia Spinet is. Ja, ik weet dat ze in WK's werkbal heeft gezeten, dus vandaar ken ik haar van. Ja, als we een rechtstuk hebben, gaan we er weer voor! Oké, wacht, ik ben hem kwijt. Waar is die? Oké, ik ga hem proberen te vangen. Ik ga proberen te winnen van de Paarse Boys. Kom op, Carlo. Hier, what the fuck? Waarom pakt hij hem nou niet? Ik vind het zo stom. Ging hem niet. Hij wilde niet meer aan mij toekomen. Nou, het ergste is nog, we staan gelijk ook nog. Het is 30-30. Oh, ineens heeft Hufflepuff 2 keer gescoord. What the fuck? Ja, tuurlijk. Hufflepuff. Oké, poging 2. Oh, kom op, snij. Ja, ik heb hem! Gryffindor wins the match. Lekker win. 180 tegen 50. Heel ziek. Oh, Zwadderich heeft ook gewonnen. Zwadderich heeft gewonnen met 270. Wat de hel? Ja, tuurlijk. Ze speelde tegen de loser boys van de Ravenclaw. Nou, ik stop nou, hoor. Oh, nee.
Ik moet ook stoppen, want de tijd is om. Oh. Maar ik snap dat echt niet. Waarom heb ik dat elke keer, dat hij hem dan niet pakt? Geen idee. Goed, bedankt voor het kijken van deze aflevering. Adios, amigos.